Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue voor tarotkaartreadingen, tarotkaarten laten zien en orakelkaarten laten zien en meditaties en nog veel meer. Dit is Lee Wellens Classic Tarot, illustrated by Eugène Smith. Dit is Chinees, van de Chinese makelarij, Chinese webshop. Laten we kijken. De doosje is natuurlijk niet zo stevig, maar de kaartjes zijn wel redelijk, niet te klein, maar ik heb zelfs kleine gezien. En de kaartjes zijn mooi glimmend, de kwaliteit is wel mooi. En dit is torenkaart. Er staat ja, natuurlijk Chinees, dat moet je ook wel eventjes uitzoeken. Dus even andersom doen. Dit is een 9 van Pentacles. Ja, je kan het wel zien. Lijkt wel op de Rider White. Dit is de Fool, denk ik. Nee, de 7 of Swords. Het lijkt net de Foolkaart, maar het is de 7 of Swords. Ja, de 8 of Swords. 8 of Wands. 8 van Staven. Ja, en dit is 6 van Zwaarden. Het is een beetje lastig, hè? Je moet even uitzoeken. Tellen. 2 van zwaarden. Sommige zijn direct herkenbaar. En van staven. Een soort rat, denk ik. Dat is de koning. Of de emperor. De keizer. En dit zijn de kinderen met de cups. En dat is de queen met de pentacle. Dit is een 6 van staven. En dat is in de kou gelaten. Dus ja, komt een beetje hetzelfde op neer als een Rider White. De krachtkaart. Magier. Zou dit de koning van Pentacles moeten zijn? En dit is ja, dat wensen uitkomen. 9 van kelken. En de zon. En dat is de wereld. De page. En dit is de koning van zwaarden. Dan zou dit de hoge priesteres moeten zijn. Ja, dat is de ace of wands. Justice. Two of cups. De gehangene. Ace of Pentacles. Ja, en dan de 8 van Cups. 8 of Cups, weglopen. Ja, dus de 10 of Swords. De Hermit. Dan zal dit de Page of zo moeten zijn. Chariot. En dit dan. De 8 van Pentacles. Hard werken. Dat zijn ze al. Ja. Empress, denk ik. 4 of Cups. De staven. 4 of Swords. Ja, dat is de duivelkaart. Dat is de Knight of Wands. Dat is de 8 of Cups, 5 of Cups. En dat is de 3 of Pentacles. De Knight, de Queen of Swords. En dat is 2 of Wands. Queen of Cups. Queen of Wands. En dan is de Ace of Cups, 3 of Swords, liefdesverdriet, 8 of, 7 of Cups is dit, keuzes maken en de waar zijn. Dat is dit, de Fool, Hierophant, Ace of Swords, Knight of Cups,
En dit is Eight of Swords. Lovers. The Page. En dit is conflicten, hè. Dit is acht van staven. Dat is, kijk, wat vertellen. Negen van zwaarden, nachtmerries. En dat is zes van zwaarden in het bootje. Ten of cups. Ten of wands. Zware last. En dit is zeven of pentacles. En dat is het oordeel. En dat is six of pentacles. Tweelingzielkaart, Fear of Wands. Dat is de ridder van Pentacles. Page of Cups. En dat is de doodkaart. En dat is de Page of Swords. En dit is de maan. En dit is de Three of Cups. En dit is, kijk, Five of Pentacles, Two of Pentacles. Kijk, ik moet even vertellen. 1, 2, 3, 4, 9 of Wands. En dit is de Koning van de Cups. Koning van de Wands. Staafkoning. En dit is Four of Pentacles. En dit is Temperance, denk ik. Rechtigheid. Matigheid. En dit is de sterrenkaart. The Star. The Star is Born. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!